Onmogelijk wordt mede mogelijk gemaakt door Nivea Men Sensitive. Voor onmiddellijke verzachting. De afgelopen 6 maanden ben ik 4 extreme uitdagingen aangegaan. Welkom bij het tweede seizoen van Onmogelijk. Giel en Stefan weten ook dit jaar helemaal van niets. Ze hebben niks door. I'm king of the world! Weet ik Giel en Stefan helemaal ver te blazen? Run off! Je lult! Of ben ik kansloos? Ik ben kapot. Geef het dan op! Oké, mijn volgende uitdaging wordt om van de Hoek van Holland naar Den Helder te zwemmen. 125 kilometer wil ik in 5 dagen afleggen. En uiteindelijk wil ik dan dat Giel en Stefan bij de finish staan. En dat ik het water uit kom lopen en dat ik zeg, ik kom van de Hoek van Holland helemaal hier naartoe gezwommen. Het is nog nooit gedaan. Dus als het mij lukt, dan ben ik de eerste die dat ooit gedaan heeft om de kust van Nederland af te zwemmen. Eén klein dingetje, ik kan niet heel goed zwemmen. Ik ben vandaag in Amsterdam bij de swimgym en ik ga vandaag zwemles krijgen. Zwemmen is heel erg technisch en het is heel anders dan elke andere sport die er is. Ik wil van Hoek van Holland naar Den Helder zwemmen. Hoe lang duurt het voordat je op zo'n niveau zit als je je best doet? Ik zou eerlijk zeggen, gebruik 4 jaar om daar naartoe te werken. Oké, nou ja, we hebben geen 4 jaar, maar... Maar ik wil wel kijken, hoe snel kun jij jezelf... Ja. Aanpassen in het water. Nou ja, probeer een hele baan, maar we kijken wel hoe ver je komt. Ja? Rustig. Uitademen. Ja, even de handen bij elkaar houden als je ze uitstrekt. Ik dacht dat je beter zou zwemmen. Het ziet er niet uit. Maar nou zie je, op het moment dat jij je hoofd optilt om te ademen, op. Zakt het helemaal naar beneden. Waarom? Jij bent nog niet comfortabel met je ademhaling. Nee. Dus dat is techniek. Leren om jezelf te beheersen qua ademhaling, qua drijfvermogen. En daarna word je ontspannen. Ga je mooi plat op het water liggen. En dan gaan we pas de techniek aanleren. Maar of het binnen een paar maanden is en dan meteen een afstand, dat denk ik niet. En ik zou het ook absoluut niet adviseren. Maar denk nog wel een keer na voordat je... In ieder geval in je planning. Ja, nee, zeker. Hoe je dat gaat doen. Maar ik wens je wel ontzettend veel succes. Dankjewel. Jullie vragen natuurlijk af, hoe kom je op dit idiote idee om de kust van Nederland te gaan zwemmen? Ik was dit boek aan het lezen van Ross Edgley. Hij heeft namelijk rond Engeland gezwommen. Hij heeft me dus op dit idee gebracht en ik ben dus gaan rekenen. De kust van Nederland van Hoek tot Helder is 125 kilometer. Als je dat in 5 dagen zou doen, moet je 25 kilometer per dag zwemmen. Een gemiddeld persoon zwemt ongeveer 2,5 kilometer per uur, dus dan moet je 10 uur per dag zwemmen. Maar misschien kan het ook sneller, omdat je met de stroming mee zwemt. Dus ik heb Ross een bericht gestuurd om wat tips en advies te krijgen. En hij heeft gereageerd en wens hem vooral heel veel succes. Ja, ik ben heel benieuwd of dit gaat werken. Daar gaan we. Iets te veel op je benen. Draaien. Ik heb vandaag gewoon voor het eerst een borstcrawl gedaan, jongens. Ik ben trots op mezelf. Ik denk dat zwemmen oprecht een van de allermoeilijkste dingen is om heel goed te kunnen. Begin nog wel te vroeg met je slag, kost je een hoop energie. Relax. Hey, een maatje gaat wel, die tweede is altijd kut. Echt zo kut. Godverdomme. Oh man, ik baal zo erg. Hè. Ik vind het zo kut. Ik wil gewoon zo graag meer. Ik baal gewoon echt heel erg dat het gewoon niet lukt. Ik ben gewoon elke keer na 1 baantje of 1,5 baantje helemaal buiten adem. En dat is echt 35 meter, zeg maar. Echt bij alle dingen die ik zo dedicated gedaan heb, dan zit er al gewoon progressie in en dan word je gesupport en dan ga je steeds stapjes vooruit. Maar ik blijf nu stilstaan. Dit is echt stilstaan. Hoort erbij, tegenslag. Ik heb vandaag een aantal vrienden van mij uitgenodigd om met mij te gaan mountainbiken over het strand. Om zo te visualiseren hoe lang is die zwemtocht nou werkelijk. Nou, het gaat lekker, want de fiets is het goed te doen. Stel je voor dat je hier moet zwemmen. Dat zou goed zijn. Nee. Ondertussen kijk ik af en toe naar rechts. En dan probeer ik mezelf al een beetje te zien zwemmen eigenlijk.
hebben nu 60, 70 kilometer fiets bezet dat ik nog wil gaan zwemmen. Hey. We hebben het gehaald, jongens. Lekker bezig. Kijk of we een beetje progressie kunnen maken. We moeten een manier vinden om niet buiten adem te dragen. Tweede keer zwemmen vandaag. Gewoon twee keer trainen. Top. We maken stappen. We maken nog steeds stapjes. Ja, het draait nog beter. Netjes hoor. Ja, dit gaat ergens op lijken. Ik heb een paar baantjes gedaan met de snorkel. Dat ging wel iets beter. Iets rustiger tempo. Ik kan iets langer volhouden. Dus ik denk dat we daar gewoon voor moeten gaan. Over snorkel en flippers. Ik ben nu onderweg naar wel een heel bijzonder persoon, namelijk Maarten van der Weijden. Dat is natuurlijk de legend op het open water zwemmen in Nederland. Hij heeft volgens mij meerdere Olympische gouden medailles gewonnen. En hij heeft natuurlijk de Elfstedentocht gezongen. Dus hij kan mij echt heel erg goed gaan helpen. Ik wil uiteindelijk de kust van Nederland gaan zwemmen. Dus van de Hoek van Holland naar Den Helder. Dit jaar? Waarom ik denk dat het niet gaat lukken? Kun je je schouders in die maanden tijd trainen dat ze dat... Ja, zonder enorme pijn aan gaan kunnen. Dat is inderdaad een hekelpunt. Je moet heel rustig zwemmen. Dus je moet heel comfortabel zijn en je hartslag moet heel laag zijn. Ja. Waardoor je verbranding ook relatief laag blijft. Ja. Dus en qua eten kun je dat wel redelijk controleren. Denk slapen. Als je 10 uur zwemt, dan heb je echt wel genoeg tijd daartussen dat je dan kunt slapen. Ik probeer nu ook elke dag wel te zwemmen, zodat ik elke dag wel comfortabeler word en makkelijker word. Ja. Maar we gaan het proberen. Onwijs bedankt. Tof man, Maarten. Superleuk. Ik ga vandaag voor het eerst buiten zwemmen. Weer een hele nieuwe wereld waar ik in ga duiken. Letterlijk. Over 1,5 maand gaan we de zee over zwemmen, dus ik moet gewoon meters gaan maken. Het is een stuk zwaarder ofzo. Het water is dikker, maar zwaarder. Dit gaan we vaker doen. Langer, verder. Nou, echt heel anders dan in een zwembad, dit, jongen. Oké, we zijn nu in Finland aan het filmen voor Clickbait. En ik heb t-shirts meegenomen waar best wel duidelijke hints in zitten. I do. Jas uit eigenlijk, toch? Oh, mooi, hè? Ze hebben niks door. Oh, dat is koud, hè? Lekker, hartstikke. Het is vandaag 2 juni en we hebben gepland dat ik over een maand op 1 juli 5 dagen lang ga zwemmen in de Noordzee. Heb jij wel eens zo lang gezwommen? Nee, de langste afstand die ik ooit heb gedaan is 22,1. Achter elkaar? Ik heb het IJsselmeer overgestoken, van Stavoren naar Medemblik. Zo. We gaan even een stukje zwemmen en dan even tips en tricks geven. Eens even kijken hoe de vorderingen staan. We kunnen wel even een oefeningetje doen anders. Ik had een leuke oefening, dat lukt bijna niemand de eerste keer. Doe het. Het is alleen het allereerste stukje van je slag. Ja. Doe dit. Alleen je onderarm gebruiken. Ja. Nee, dat is wel het effectieve stuk van je slag. Ja. Is als je hand onder je elleboog staat en daarmee weg doet. Ik denk dat het belangrijkste voor jou mentaal gaat worden. En je gaat gewoon echt moeten afzien. Kijk, het halen fysiek, ik denk dat dat wel moet lukken. En daarbij is het belangrijk dat je op tijd gaat drinken, op tijd gaat eten. Zodra je honger krijgt, dan ben je te laat met eten. Ja. Dan ga je een zware dag krijgen. Zodra je dorst krijgt, ga je het zwaar krijgen, want dan loop je achter. Nou, hey, thanks voor alle tips. Jij hebt er vertrouwen in? Ik heb er vertrouwen in. Dus ik heb vanaf nu precies nog 1 maand. Mijn god. Dus er zit maar 1 ding op. Elke dag trainen. Elke dag. Maar god, dit is echt een grote uitdaging. Het is meer dan 5 kilometer. Ik heb maar in 2 uur tijd. Dus dan lig ik perfect op schema. En niemand weet, ik weet het ook echt niet, wat mij te wachten gaat staan. Het zijn even golven, maar het lijkt wel een Noordzee. Wat anders. Ik moet gewoon 5 dagen lang gaan zwemmen. Van de Hoek van Holland en Helder. Dat is nog steeds het plan. Holy cow. Zo'n grote visgeest.
Ik wil er zo graag uit. Ik moet rustig blijven. Holy shit, was dat eng gek. Ik ben kapot. Dat kan toch niet zomaar. Nou, gaan we dat doen. Oké, we zijn hier bij de KNRM en ik heb jullie een aantal weken geleden benaderd omdat ik wat kennis wilde inwinnen. Want eigenlijk is het heel gevaarlijk om zomaar op zee te gaan zwemmen. Daarom moet je eigenlijk wel altijd mensen bij je hebben, toch? Klopt. In je eentje de zee op zwemmen is gewoon gevaarlijk. Want er zitten zoveel invloeden in de zee waar je gewoon niet van wint als mens alleen. Nee. Nou, ik ben heel blij, want we gaan zo meteen het water op. Ja. En jullie gaan met mij meevaren om te kijken van hoe gaat het nou op zee? En wat is mijn snelheid? Want daarmee kunnen we dan weer mijn plan verder uit gaan stippelen voor de grote zwemtocht. Wordt dit je eerste keer op zee? Ja, dit wordt de eerste keer echt op zee. Oké, lekker stukje zwemmen. 2,5 knoop, dus hij zit op zo'n 4,5 kilometer per uur en wat hij aan het zwemmen is. Hoe lang hebben we nu gezwommen? 35 minuten. Oké, wat was een beetje de snelheid? 4 kilometer per uur. En dat is eigenlijk een beetje een doodtij. Want we hebben nu niet heel veel stroom, toch? Ja, we zijn net voorbij de kentering, dus je hebt nog niet het volle plezier zeg maar, van de tij. Het kan beter. Nee, we gaan er even een stukje. Ik zal even laten zien wat ik zie vanuit het water, maar dat is namelijk fucking gruw. Dit is zo gruw, hoor. Het tij wordt nu sterker, maar zijn snelheid gaat naar beneden. 13 boeren. Mooie test, lekker gezommen, goede afstand, mooie snelheid. Ik heb er steeds weer vertrouwen in. Gaan we dan, nog één keer oefenen. Hey dan. We hebben even lekker gezwommen van Uitmuiden voorbij Castricum, 2 uur, met een gemiddelde snelheid van 4,5 kilometer. Dus ik denk dat we bijna 9 kilometer op zee hebben gezwommen. Dat is wel lekker hoor. Vandaag is het zover. Vandaag is het 1 juli en ik ga beginnen aan mijn zwemtocht. De afgelopen 4 maanden was het eigenlijk gewoon hartstikke mooi weer, zonnetje scheen, dat soort dingen. En wat denk je? Nu? Nee. De komende dagen gaat het ook zo blijven. Dus het wordt een pittige tocht. Ik ben nu even goed aan het eten. Veel koolhydraten, eiwitten, magnesium, vitamine pillen. Dan gaan we knallen. Ik heb er zo onwijs veel zin in. Dit wordt zo ontzettend vet. Dit wordt een van de allervetste dingen die ik ooit gedaan heb. Oprecht. En ik heb alle vertrouwen in dat dit gaat lukken. Ik ga het helemaal kapot maken. Ik ga van Hoek van Holland naar Den Helder proberen te zwemmen. En over 5 dagen wil ik die gezichten van Giel en Stefan zien. Ja, dat wordt fantastisch. En nu ga ik als eerste persoon ter wereld, als eerste Nederlander, de kust van Nederland afzwemmen. Here we fucking go! Woehoe! Iets verder op zee ligt er een katamaran en een rip. Met een verpleegkundige en een heel team die voor mijn veiligheid gaat zorgen. Ik word constant gemonitord, constant gecheckt. Tot in Den Helder. Zo, het zat er wel lekker in hoor. Het werkt wel goed met die boei, zeg maar, dat die zo wordt vooruit gerold en dan weer opgehaald. Dan kan ik gewoon daar focussen. Hoeveel hartslag? Hartslag is 92, saturatie 99. 35. Lekker man. Volgens mij gaan we echt knijterhard, want we zijn nu al in de buurt van Scheveningen. We hebben gewoon 18 kilometer gezwommen, hè? 18 kilometer, dames en heren. Dat je die 100 aantikt. Dat gaat als goed zo over 4 dagen gebeuren. Dan heb je 100 kilometer. Dan ga je door je dak heen, hoor. Lekker zo! Ik ben er. De eerste dag zit erop, 5 uur gezwommen, maar het getij is nu gestopt, dus ik probeer nog door te zwemmen. Maar het heeft gewoon geen zin, ik ga maar 1 of 2 kilometer per uur. Terwijl ik daarvoor dus 6 tot 7 kilometer per uur ging. Ja, dat is gewoon een beetje zonde van de energie om nu door te gaan. We gaan morgen verder,
Nu eten, slapen, uitrusten, herstellen, rekken, strekken. En dan gaan we er morgen weer tegenaan. Maar dit is wel echt een goed stuk hoor, dit potverdorie. Het zou zomaar eens kunnen lukken. Mensen op de Haagse stranden, waaronder Scheveningen en Kijkduin, moeten goed uitkijken als ze de zee ingaan. Als er veel wind staat, is er veel stroming en dat is gevaarlijk. Wil je het water in, ga dan niet verder dan tot je knieën, is het advies. Momenteel waait het ongeveer 19 tot 28 knopen. Dus dat houdt in windkracht 5 tot 7. We hadden afgesproken met de schippers, bij windkracht 5 varen we uit. Bij windkracht 6, 80% kans van niet. Je mag geen eens op de pier lopen omdat het te gevaarlijk is. Morgen wordt het niet beter, morgen wordt het eigenlijk nog erger. Dus dat is nog kutter. En daarmee dreigt de hele onmogelijke challenge in het water te vallen. Ik ga daar even goed over nadenken. Even een kleine update. We hebben echt een storm in Nederland gehad. Echt all over the news. Storm Polly. Storm Polly zorgt nu al voor grote schade. Het KNMI heeft de zwaarste weerswaarschuwing afgegeven vanwege de zware storm die dus momenteel over Nederland raast. Omdat ik toch Den Helder wil redden, gaan we er nu een soort van race van maken. We gaan nu in 2 dagen bijna de hele tocht doen. We gaan 2 getijden op 1 dag zwemmen. Dat betekent dat ik morgen iets van 50 kilometer ga zwemmen. Dit is echt next level. Oké, daar gaan we dan. Shift 1 van de 2 van vandaag. Kijken of we dat vol gaan houden. Nou, succes. Zo, thanks. Zo, thuis. We hebben 3,2 mijl gedaan. Pak 6 kilometer in een uur. 6 kilometer afgelegd in een uur. Dat is echt niet normaal. Het voelt wel weer lekker om in het water te zijn. Het heeft even geduurd, een paar dagen, maar we gaan er weer voor. Nu even goed rusten en dan gaan we verder zwemmen. Oké, ik ga nu Giel bellen dat hij morgenochtend wordt opgehaald en dat hij niet weet wat hij gaat doen. Nou, dan wordt hij helemaal gek. Hey, To. Waar ben je? Ja, dat ga ik nog niet zeggen. Hij snapt er nu al niks van. Nee, ik heb een verrassing morgen voor je. Heb jij een verrassing? Ja, maar dan ik hoef geen verrassing van jou, dat weet je. Je wordt morgen om 8 uur opgehaald bij je hotel. Oké, nou ja, ik zal 8 uur klaarstaan. Zie ik je morgen. Oh, fuck, oké, ik zie je morgen. Later. Oh, ik kan nu al... Hij snapte hier al niks van. Ik wil zijn gezicht morgen zien. Dit wordt weer goud. Top. Tweede shift van vandaag. Je voelt gewoon alles in je lichaam. Eten voel je, drinken voel je, water voel je. Alles, je wordt super intens ofzo. Al je organen zijn helemaal bam aan. Nou, de vermoeidheid kikt er aardig in. Sinds vanochtend 4 uur al in touw. Zwemmen gaat nog wel, maar je merkt gewoon dat je brein en is gewoon vermoeid. Je bent gewoon moe. Ik krijg af en toe koude rillingen, dus we moeten het allemaal goed in de gaten houden. Nou, denk je, kunnen we door? De temperatuur is wel laag. Ja. 1 graad volledig gezakt. Zullen we maar stoppen? Ja, laten we het doen dan. Stoppen. Wel kut hoor, maar ja, het is gewoon verstandig. Waar zijn we geëindigd? Wijk aan Zee, we zijn voorbij Wijk aan Zee. Dus dat is nog wel een stukje onder Kastikum. Het stukje was nog 4 mijl geweest. Hè? 4 mijl. Nou, dan lopen we dus eigenlijk uur, anderhalf uur achter op schema. Oké, de dag van vandaag zit erop. We zijn ontzettend veel kilometers afgelegd. Mijn lichaam is echt moe. De temperatuur is in 33,9, dus dan ben je wel echt onderkoeld. Dus daarom stoppen we nu ook. Nu voel je pas hoe moe je lichaam is. Welkom bij de laatste dag van deze helse tocht van Hoek van Holland en Den Helder. We liggen nog op schema. Het wordt echt zo spannend om Giel en Steven. Ja, ik kan me gewoon niet voorstellen hoe hun gaan reageren als je zeg maar van dit alles gewoon niks weet. En dan opeens word je op een boot gezet op zee en dan zie je mij aankomen zwemmen. Dan denk je echt, wat heeft deze gozer nou weer in zijn hoofd gehaald? Oh. We zijn gisteren hier begonnen en we zijn voorbij Muiden onder Krasticum, daartussenin zijn we geëindigd.
Kijk, dit hebben we gisteren gezwommen. Wat we vandaag moeten doen, is weer zo'n rakken in. Dat is ongeveer hetzelfde stuk. Oké, doei. Ik ben zo klaar mee. Giel wordt dus nu opgehaald bij zijn hotel. Dit is toch helemaal briljant. Die denkt ook, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Laten we een stukje gaan rijden. Wat heeft die jongen nou weer gedaan wat ik niet weet? Waar moeten we naartoe? Ik heb een adres voor je. Het is Haringkade 2. Oh, het heeft water. In IJmuiden. IJmuiden? Wat de fuck gaan wij doen? Ik zit ook meteen te denken, wat heeft Thomas nu... Wat zou hij nog heel graag willen doen? Thomas is echt een waterrat. Dus iets met een jetpack of zo. Met zo'n... Ah! Misschien zo'n jetpack op zijn rug. Onderzeeër kan ook. 21 kilometer in 3 uur, dat is wel een record, denk ik. Dat is wel, we hebben nog 15 mijl ongeveer. We hebben pas 3 uur gedaan van de 9 vandaag. Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij, zie je? Oké, daar zijn we. Maar waarom staan daar zoveel mensen? Welkom. Ik vertrouw niks, hoi, goedemorgen. Richard van de Hamerkade. Hallo Richard, hallo Richard. Oh, hier gewoon hier. Ja, de rem is onderweg en we hebben een time to closest point of approach van ongeveer 5,5 minuut. Hey, daar, ik zie daar iets. Hoi, water. Nee, ik zie daar iets toch? Een bootje of zo, wat is het? Er zit een klein bootje met een vlag eraan van onmogelijk. Volgens mij ligt hij in het water. Ja, hij ligt in het water. Wat is deze guy aan het doen? Hè? Is dit Thomas? Zo! Wat ben je aan het doen? Hallo! Wat ben je aan het doen? Ga jij nog plat? Ik ben helder aan het zwemmen. Rot op! Ik ben in Hoek van Holland begonnen. Hou op! Ik moet nog een stukje. Je bent knettergek! Jezus, wat krankzinnig. Mooi, ik snap er helemaal niks van. Help het leuk. Yo! Wat lijkt, man! What the fuck? Ja, ik ben helemaal verbaasd, man. Ja, dit is ook echt... Maar hoe voel je je? Ja, gaat goed. Hoe kwam jij in godsnaam op dit idee? Er is een Engelsman. Ross Edgley, die heeft Engeland rondgezwommen. En ik was zijn boek aan het lezen. Ik dacht, dat is best wel vet. En toen ging ik kijken. Nog nooit heeft iemand de kust van Nederland afgezwommen. En toen ging ik zo rekenen. Ik dacht, nou, dat zou kunnen. Maar iedereen die ik heb verteld, Maarten van der Weijen, die verklaarde me om voor gek. Ja, maar dit is krankzinnig. We zijn het aan het doen en we zijn er bijna. Maar je hebt dus maanden hiervoor moeten trainen. Ja. 2 keer per dag, 's ochtends en 's avonds. Nou, ik heb een filmpje. Het was me wel opvallend dat je bredere schouders kreeg. Ja, dat is best wel hard gegaan in het begin. Ja. Maar heb je een filmpje? Ja, we hebben een tablet, dat is goed. Ik kan even kijken. Het is vandaag 1 juli 2023. Vandaag gaat mijn zwemtocht beginnen. Ik ga van Hoek van Holland naar Den Helder proberen te zwemmen. 125 kilometer in 5 dagen. Here we fucking go! Lijp, je bent echt gek. Gruwelijk, hè. Die zaterdag was het echt heftig weer. Hoge golven, hè. Wauw, die golven ook. Ja, slijp. Gruwelijk, man. Ja, ja. Fucking hard, maat. Wauw. Maar weet Stefan dit ook al? Oh. Stefan weet van niks. Oh, hij weet van niks? Hij wordt zo meteen thuis opgehaald met de mededeling dat hij de finish is. Alleen hij weet niet de finish waarvan. En dan wordt hij op het strand neergezet. Ja, dan moet hij wachten tot ik ben. Dat kan een tijdje duren. Ja. En dan kom ik zo de zee uitgelopen. En dan denkt hij, waar de fuck kom jij vandaan? Nou, ga jij rammen. Succes, To! Ik ga een biertje drinken. Wacht. Doei!
5,5 uur gezwommen, hè. Gaar als kanaren, jongen. Aansterken en dan gaan we de laatste shift in. Ik denk ongeveer nog 20, 22 kilometer. We zijn er bijna. Ga je doen? Of die opnemen? Ik ga Stefan bellen. Yo, wat ben jij aan het doen? Ja, dat is een verrassing. Ja, dat dacht ik al. Ja. Je wordt om 6:30 opgehaald. Wat, vanavond? Ja. Oké. Ja. Oké, is goed. Ja, jij bent de finish. Ja, goed. Ik ben de finish? Jij bent de finish. What the fuck? Oké, tot dan. Die snapt er niks van. Hij vond het wel mooi. Nou, die wordt leuk. Oké, we zijn aangekomen bij de laatste shift. Als het goed is, ga ik het nu redden tot helder. Nog ongeveer 20 kilometer. En als het goed is, staat Steven zometeen bij de finish. Die is nu opgehaald, maar die weet van niks. Dus dat wordt ook echt goud. Oké, dan, ik zit inmiddels in de auto. Ik heb een adres gekregen en ik moet helemaal naar Den Helder rijden. Ja, ik weet dat To iets van plan is, maar ik weet niet wat. Gaat het nog, To? Huh? Gaat het? Ja, die golven die lopen tegen me in. Dat is irritant. Nou, ik heb te horen gekregen dat ik dit hele pad moet aflopen. Ik ben ook op mijn hoede. Ik ben bang dat ik ineens een paintballgeweer in mijn zij heb ofzo. Ja, zie je wel? Hier staan die vlaggen van onmogelijk staan hier. Ik wist het. En nu dan? Ik heb het gehaald, jee! Oh. En wat moet ik hiermee? Hè? Kijk hoor, er komt daar. Daar vaart een soort van ribboot, volgens mij, met een vlag en een zeilboot erachter. Het lijkt wel of er iemand aan het zwemmen is. Ah, dat moet To zijn, dat kan niet anders. Ja, ik zie het nu, zie ik het. Hij is aan het zwemmen, ouwe. Ik zie het. Ik zie zijn kopje steekt net boven dat fucking water uit. Waar de fuck komt hij vandaan? Kom, we gaan. We gaan naar het water toe. Bijna, kom op. We zijn bijna toch. Oh, hier is het. Ik weet niet wat je hebt gedaan, maar we gaan naar de finish toe. Heel graag mee. Oh. Ja! Ik weet niet wat je hebt gedaan, maar nu moet je even overeind zitten. Oh, maat. Hier, gefeliciteerd. Dankjewel. Met whatever the fuck. Wat heb je gedaan, maat? Ik ben begonnen in de Hoek van Holland. Met zwemmen? Je lult. Niet. Ik ben de eerste persoon in Nederland die de hele kust van Nederland heeft afgezwommen. Dat meen je niet. Serieus? Ja. Jij bent helemaal gek. 125 kilometer. Wow, ze schriebelgasten. We zijn in fucking Den Helder nu, ouwe. Ja, van Hoek tot Helder. Holy shit, ouwe. Je hebt het gedaan, jongen. Ik ben echt, dit is echt, ik vind het een heel bizar verhaal. Wel vet, wel echt vet. Oh, jij hebt nog een filmpje. Welkom bij het nieuws, onmogelijk. Ik ga van Hoek van Holland naar Den Helder proberen te zwemmen. 125 kilometer in 5 dagen. Kijk. Oh ja, even een beetje isolatiemateriaal. Mooi, hè. Dat ben ik door. Nice, ja, wat leuk. Ja, met KNRM ging oefenen in de Noordzee. Vet, ouwe. Dat zijn vet gasten. Ja, ja, wel weer iets vetter neergezet. Mega hoor, holy shit. Tering dik. Nou, dit was hem dan. Dit was hem. Tot de volgende onmogelijk. En dan nu een biertje. Zo, en die heb ik wel verdiend. Ik heb de afgelopen weken weinig gedronken. Ja, dat dacht ik ook. Lieve fans. Wij zijn dit jaar niet 1 keer, maar 2 keer genomineerd voor het Gouden Televisiering Gala. Help ons ook dit jaar aan een plek bij de laatste 3. Stem op het jachtseizoen voor beste tv-programma. En stem op de drop voor beste online programma. Stemmen kan via de link in de beschrijving. En oh ja, vergeet niet je stem te bevestigen in je mail. We zijn jullie dankbaar.